Roermond is een stad met een rijke geschiedenis. De nederzetting aan de Roer bestond al in de Romeinse tijd. In 1232 kreeg de plaats stadsrechten. In 1547 werd Roermond hoofdstad van Oppergelre, vervolgens Hanzestad en ook kerkelijk bolwerk. De stad viel door de eeuwen heen onder bestuur van maar liefst 4 verschillende landen: Spanje, Frankrijk, Oostenrijk en Duitsland. Pas in 1815 kwam de stad tenslotte bij het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Bisschopstad Roermond is bij uitstek de stad van het rijke Roomse leven. De Sint-Christoffel-kathedraal is sinds 1661 de hoofdkerk van het bisdom Roermond. De bouw van de laat-gotische kerk in de vorm van een Grieks kruis begon rond 1410. In de loop der eeuwen werd de kerk vele malen uitgebreid tot haar huidige vorm. Door de strategische ligging werden kerk en toren herhaaldelijk verwoest. Maar ook blikseminslag en storm eisten hun tol. Bij een bisschop hoort een bisschoppelijk paleis. Roermond was allerminst een rijk bisdom. Het bisschoppelijk paleis, gerealiseerd na de stadsbrand van 1665, heeft een passende, sobere buitenkant. Het interieur daarentegen was veel rijker uitgevoerd. De bisschop vluchtte in 1794 voor de Fransen. Tot 1996 was hier de rechtbank gevestigd. Bij de Sint-Christoffel-kathedraal staat de Rattentoren, een restant van de vestingwerken uit 1300. Vanaf circa 1500 waren de 20 muurtorens en 10 poorten van de stad niet langer bestand tegen de kanonnen die toen gebruikt werden. Tussen 1819 en 1843 werden de muren en torens afgebroken. Dit restant van de Rattentoren, een ronde hoektoren, bleef behouden. Aan de Wilhelminasingel, recht tegenover het moderne Designer Outlet Centrum, staan de restanten van de Kattentoren en het Heksenhuske. Hier worden, op een relatief klein oppervlak, de vestingbouwkundige ontwikkelingen in de periode tussen de 14e en de 18e eeuw weerspiegeld. Van de oorspronkelijke halfronde Kattentoren is vrijwel niets bewaard gebleven. Alleen van de zuidmuur is een stukje overgebleven. Hierin bevindt zich nog een origineel schietgat. Het Heksenhuske is een wachthuis dat waarschijnlijk diende als opslagplaats voor wapens en buskruit. In 2008 is de restauratie van het Kattentorencomplex gestart. Het Ursulinenklooster is gesticht in 1646. Ursuline wijdde zich aan het opvoeden en onderwijzen van meisjes en het stichten van scholen. In 1797 worden de Ursulinen uit Roermond verjaagd door de Fransen. Het pand heeft nu een kantoorfunctie. Bij het voormalige Ursulinenklooster behoorde ook een fraaie kapel uit 1696, gebouwd in Maaslandse renaissance-stijl. De voorgevel is rijk gedecoreerd. Centraal in de topgevel is een nis voor een heiligenbeeld. Midden in het stadscentrum, verscholen achter oude kloostermuren, ligt Stadspark De Karthuis. In het park staan diverse moderne en oude beelden. Roermonds beroemdste zoon is ongetwijfeld de architect Dr. Pierre Cuypers, die leefde van 1827 tot 1921. Hij geldt als de grootmeester van de neogotiek en was rijksbouwmeester rond de vorige eeuwwisseling. Het Centraal Station van Amsterdam en het Rijksmuseum zijn twee ontwerpen van zijn hand. In de Roermondse Godsweerdestraat staat een dubbelschool, de Tekenschool en de Ambachtschool. De Tekenschool uit 1905 is van Cuypers hand en is een goed voorbeeld van zijn vakmanschap.
ambachtsschool, in bouwstijl vrijwel gelijk aan de tekenschool, is, tenminste op papier, toegeschreven aan zijn zoon Jos Kuipers. Het arresthuis lijkt een gevangenis, maar is een hotel. Toch bedriegt de schijn niet. Dit Rijksmonument is tussen 1858 en 1863 gebouwd als huis van bewaring. Ook de ringmuur, gebouwd in 1862 en deels in 1915, maakte deel uit van het complex. Het gebouw bleef als huis van bewaring in gebruik tot 2007. Een deel van het complex werd in 2011 omgebouwd tot Hotel Het Arresthuis en restaurant Damians, vernoemd naar de in Roermond geboren bisschop Damianus van Hoensbroek. Traliewerk aan de buitenzijde en stalen deuren en trappen in het interieur getuigen nog van de baaierstijd. Na de tweede stadsbrand van Roermond in 1665 werd tussen 1681 en 1700 een nieuw gouvernementshuis gebouwd. Dat werd het Prinsenhof genoemd. In 1741 veranderde de functie van het gebouw in Hospitaal-Generaal. Na 1931 werd het omgebouwd tot Louisa-pension, gericht op ouderenzorg. Het is nu een senioren-appartementencomplex. Bij Bufkes kan je genieten van goed belegde Limburgse broodjes. De winkel en poort met bovenwoningen zijn gelegen op het voormalige kazerneterrein. De panden zijn gebouwd in 1928 in traditionele stijl. In 1951 zijn de panden hersteld van oorlogsschade. Volgens sommige chauvinisten is het Münsterplein het mooiste van Europa. Sfeervol, met muziek, terrasjes en een zonnetje is er dan genieten geblazen. Het plein wordt gedomineerd door de Münsterkerk. Dat is een abdijkerk waarvan de bouw rond 1200 is gestart. Maar de naam die onlosmakelijk met deze kerk is verbonden, is die van de beroemde Roermondse architect Pierre Kuipers. Tussen 1863 en 1890 werd een grote restauratie uitgevoerd volgens een ontwerp van Kuipers. Die riep nogal wat weerstand op in Roermond. In plaats van twee torens kwamen er vier. Ook vond Kuipers het nodig het interieur te vervangen. De verandering aan het interieur werd in de jaren 60 weer teruggedraaid. Maar aan het exterieur is helemaal niets meer veranderd. Zelfs een zware aardbeving in 1992 kregen de twee koortorens niet klein. Ze werden volgens Kuipers plannen herbouwd. Nu staat een bronzen Kuipers op het Münsterplein tevreden rond te kijken. Oh ja, ook de muziektent op het Münsterplein is door Kuipers ontworpen. Op het Münsterplein staat een klein monumentje van een kind dat een ander kind in vrijheid water over het hoofd giet. Dit werd door de Roermondse mannen aan de vrouwen van Roermond gegeven om hen te bedanken voor hun moedig gedrag in de oorlog.
Pierre Cuypers werd in dit huis in de Hamstraat op 16 mei 1827 geboren als 9e en jongste kind. Hij studeert 5 jaar aan de Antwerpse Kunstacademie en komt in 1849 terug naar Roermond. Nadat zijn verbouwing van de Münsterkerk veel kritiek heeft gekregen, verhuist hij in 1865, enigszins gepikeerd, naar Amsterdam. In 1894 keert Cuypers terug naar Roermond, waar hij tot aan zijn overlijden in 1921 blijft wonen. Naast het geboortehuis van Cuypers in de Hamstraat staat de voormalige synagoge. In Roermond woonden voor de oorlog veel Joden. Zij hadden winkels en groothandels. In de Hamstraat hadden zij hun synagoge. In de oorlog vonden 74 Roermondse Joden de dood in concentratiekampen en onderweg er naartoe. Gelukkig was de synagoge gespaard gebleven. Nu zijn er niet meer zoveel Joden in Roermond. Daarom is de synagoge niet meer als zodanig in gebruik. In 1995 werd de oude oranjerie uit 1973 door Van der Valk overgenomen. Van het oude gebouw is alleen de theaterzaal gespaard gebleven. Rond die theaterzaal liet Van der Valk een hoteltoren, een café en restaurant en vergaderzalen bouwen. Het halfvrijstaande voormalige postkantoor werd in 1907 gebouwd naar een ontwerp van het bureau van Rijksbouwmeester Knuttel. De bouwstijl verraadt Berlagiaanse invloeden. De Swalmundstraat heeft veel interessante panden. Laten we er maar eens met flinke pas doorheen lopen. Dit hoge hoekhuis uit 1764 heeft een zadeldak en aan de voorzijde een puntgevel met vaasbekroningen en segmentboogramingen. Met Lodewijk XV aansluitstenen en een rijk gebeeldhouwde ingangsomlijsting in Lodewijk XV stijl. Deze video begon met de kerk, de Christoffelkathedraal. Laten we, voor het evenwicht, daarom maar eindigen met de staat, het stadhuis van Roermond. Op 16 juli 1554 legde een enorme brand 3/4 van de binnenstad in as. Zo'n 1000 gebouwen gingen in vlammen op. De brand die aangestoken was, verwoestte ook het stadhuis. Voor de wederopbouw van het stadhuis kreeg de stad 6 jaar lang jaarlijks 200 goudguldens. Een zeer noodzakelijke restauratie in 1905 bleek 50 jaar later ondeskundig te zijn uitgevoerd. Met het gevolg dat de restauratie van 1955 veel duurder en ingrijpender werd dan eerst geraamd. Boven het stadhuis is in het torentje een klokkenspel of bijaard te horen en te zien. De bijaard is in 1982 door bedrijven en particulieren geschonken ter gelegenheid van het 750-jarig bestaan van de stad Roermond.